Naast het stadhuis van Almere komt een woontoren. En niet zomaar eentje. Er komen namelijk bijna 70 zogenoemde Friends-woningen in. Je weet dus wel van die televisieserie. Ja, Friends-woningen zijn dé oplossing voor singles die in hun eentje geen huis kunnen betalen. Dit uur bij onze gast is Peter Heuveling, directeur van AM, de projectontwikkelaar van Highnote, zoals de woontoren gaat heten. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Voor de mensen die echt geen idee hebben, wat zijn Friends woningen? Wat Friends woningen zijn? Ja, wij zijn een gebieds- en vastgoedontwikkelaar. En van daaruit proberen we elke keer op de juiste plek het juiste product toe te voegen. En voor Almere, naast het stadhuis, in de dynamische omgeving hebben we gekozen. Heel bewust samen met de gemeente om daar Friends woningen te realiseren. Friends woningen zijn dat je met z'n tweeën kan huren, waarvan je geen stelletje of relatie hoeft te hebben. En van daaruit wel de contracten aan kan gaan met een eigen badkamer, een eigen slaapkamer. En je deelt de woonkamer en de keuken. Ja, want normaal als je huurt moet je dus een stelletje zijn. Hè? Dat is het grote verschil. Ja, normaal gesproken wel. Of je moet naar kamerverhuur gaan. En dan kom je in grotere settingen, in grotere appartementen met meerdere bewoners. En dit zijn er selectief. Dit zijn er twee waarbij je zelf nog de keuze hebt met wie je dat gaat doen. Ja, dan zeg je van we denken er goed over na wat waar nodig is. Waarom heeft Almere zo'n behoefte aan Friends woningen? Nou, Almere, dat is een volwassen stad. En dat is hartstikke positief dat daar mensen gewoon die hier opgegroeid zijn, die heel graag in Almere willen blijven. Ook de druk op Amsterdam is heel groot, waardoor Almere een steeds volwaardige alternatief wordt. Het spoorboekje, onbeperkte met de trein, zeg maar, 10 minuten regel. Je hoeft niet te wachten. Dus het is een hele goede plek om juist deze doelgroep te huisvesten. En heeft het ook mee te maken dat het natuurlijk voor starters op de woningmarkt op dit moment hartstikke moeilijk is om iets te vinden? Zou dit nou ook een uitkomst kunnen zijn voor die groep? Ja, dit is ook een uitkomst voor die groep van de starters die heel graag bij hun ouders weg willen. Uiteindelijk moet je een keer beginnen op de woningmarkt. En op deze manier, omdat je de woonkamer en de keuken deelt, krijg je de mogelijkheid om tegen een relatief lagere huur dan een zelfstandige woning midden in de stad van Almere te kunnen wonen. Maar het is dus wel iets anders dan bijvoorbeeld een woongroep of een studentenhuis. Ja, zeker. Het is, wat is in essentie dan het verschil met bijvoorbeeld een woongroep? Nou, het verschil met een woongroep is dat je hier maar met z'n tweeën woont. Ja. Dat je zelf de keuze hebt met wie je woont. In een studentenhuis is dat wel gereguleerd, zeg maar, via de groep mensen die daar woont. Alleen hier kan je heel bewust kiezen om met een vriend te gaan wonen of een vriendin. Uiteindelijk, relaties starten ook later. Hè. Zoals vroeger, dan was je op je 21ste en ging je samen wonen, ging je het huis uit. Tegenwoordig zien we dat dat veel later gebeurt. Dus dat je nog een hele leuke tijd kan hebben, gewoon met een vriend of een vriendin, totdat je op een gegeven moment wel misschien gezetteld raakt en een echte woning zoekt. Precies die link met die tv-serie Friends uit voort. Hè? Want daar speelde dat natuurlijk ook heel erg. Ja, dat speelde heel erg. Ja. En is daar nu op dit moment ook echt grote behoefte aan? Zijn er dat soort signalen die jullie krijgen? Ja, wat wij merken, we hebben ook zo'n project op Overhoeks in Amsterdam gedaan. Dat is heel snel verhuurd door de investeerder die daar van ons gekocht heeft. En wat wij merken in de enquête die wij nu doen in Almere is dat ook 50% van de mensen die reageren op het wonen in de Highnote, dat die geïnteresseerd zijn in een Friends contract of een Friends woning. Ja, want even voor de duidelijkheid, niet alle woningen in die woontoren gaan op deze manier neergezet worden. Het is iets minder dan de helft, hè? Ja, het zijn bijna 160 appartementen. En daarvan zijn er, zoals Willemijn, 70 bijna aan een Friends typologie. Dus het is een mix. Dus je kan ook kiezen. Er zitten ook 2- en 3 kamerappartementen tussen. En uiteindelijk is de bedoeling dat de starter van Almere hier gewoon weer kleur gaat geven aan de volgstap van Almere in de ontwikkeling. Ja, in Amsterdam hebben we het dus al. We laten ondertussen beelden op de achtergrond ook zien van hoe dat gebouw in Amsterdam eruit ziet. In Almere komt het. Is dit een soort experiment? Of hebben jullie nu al plannen om dat in onze provincie sowieso nog verder uit te breiden? Nou, gezien het animo in de enquêtes die we nu hebben voor de Highnote, lijkt me heel interessant om dat nog een keer in Almere te doen, midden in de stad. Ik denk dat het goed is voor de stad. Wat wij ook naast Overhoeks in Amsterdam werken we ook aan Friends typologie. Dat is nu een aanbouw op het Krukiusgebied, waar we als AM zijn de Krukiuswerf ontwikkelen en realiseren op dit moment. We zijn ook bezig met een investeerder in Diemen. En wij, dus wat ons betreft gaat verder. Ja, het gebeurt ook in andere plaatsen in Nederland. Het is niet alleen maar aan de Amsterdamse regio gegeven. Maar en laten we het heel even praktisch bekijken. Hè? Want je zei al van het verschil is dat je normaal alleen als stel kan huren. Nu dus met z'n tweeën. Teken je dus allebei een eigen contract bijvoorbeeld? Ja, wij geven twee opties mee. Je kan één contract tekenen met z'n tweeën aan de investeerder. Dan kan je op een gegeven moment kan er gezegd worden één iemand die weg wil, die opzegt, daardoor beëindigt de overeenkomst ook voor degene die er nog blijft. Maar die heeft de eerste mogelijkheid om een nieuwe vriend of vriendin te zoeken.
en het contract voor te zetten. De andere kan zijn dat je mede huur hebt. En dan zegt iemand op en dan zoek je een ander. Dus de regie blijft bij degene die er nog blijft. Je komt niet ineens met een vreemde samenwonen. Nee. Dat lijkt me ook heel apart. Maar stel je voor dat je niemand kan vinden die daarin geïnteresseerd is. Ik bedoel, vervalt dan ook je eigen contract? Ja, dat is verschillend van de keuze. Dus als je medehuur hebt, dan is dat niet mogelijk. Dan moet je door blijven zoeken. En anders dan zou het kunnen zijn dat op een bepaalde periode wel je contract ook beëindigd wordt. Want het is ook gericht op deze doelgroep. En we hopen natuurlijk dat mensen hier 4-5 jaar huren, dan een volwaardige woning. Dus of wat carrière gemaakt hebben, inkomensgroei gemaakt hebben, of iemand ontmoet hebben. Dat ze als een stelletje kunnen huren. Maar zit er een maximum aan? Of maakt dat niet uit? Als je wel voor de, weet ik veel, als broer en zusters bijvoorbeeld in zo'n huis woont, de rest van je leven daar wil wonen, dat mag? Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd in Overhoeks. Dat wij dachten, dit is voor de jonge doelgroep. En uiteindelijk zijn daar een broer en zus van een jaar of 60 gaan wonen. Tot onze verrassing. Maar het onderzoek wat wij ook doen naar stadsveteranen is eigenlijk dat de ouderen, die zoeken dezelfde reuring als de jongeren. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Jullie noemen dat stadsveteraan. Ja. Ja, want we hebben het verzorgingshuizen, dat is tegenwoordig alleen maar voor de groep die echt steeds hulpbehoevender is. En er is toch wel behoefte vaak als je wat ouder wordt. Hey, dat zie je ook aan die knarren, knarrenhof of van oudere mensen. Klinkt als een scheldwoord. Ja, oudere mensen die bij elkaar gaan wonen, wat steun aan elkaar te hebben. En dan past dit daar natuurlijk ook wel in. Ja, dat was voor ons een niet verwachte cadeautje, zeg maar. En dat heeft ons weer verder ontwikkeld in dat stadsveteranenconcept. Ik vind het wel een mooi woord, stadsveteranen. Ja, zeker. Ja. Maar alles kan, alles mag. Leeftijd maakt niet uit hoe lang je erin wil wonen. Nou, we hebben hier met de gemeente Almere afgesproken dat het voornamelijk is, juist voor die starters op de woningmarkt, omdat die onder druk staan in Almere. En daar willen we het graag voor doen. En eventueel een ander project kunnen we ons weer richten op andere doelgroepen. Maar nu gaan we vooral voor die jongeling die Almere al goed kent. Maar dit wordt natuurlijk een knelpunt, want 70 woningen. Ik weet zeker dat er veel meer aanmeldingen zijn. Wordt dat dan loten of hoe gaat dat dan? Ja, dat zou heel goed loten kunnen zijn. Dus als iedereen gebleken geschikt is, zeg maar, dus onder de condities die de investeerder vraagt over huurgaranties, dan kan er geloot worden. Er zijn toch 140 mensen, dat zijn bijna 70 appartementen. Ja, dus het zijn 140 mensen en dat is alweer gaaf, in plaats van die 70 die we huis. Ja, je hebt er twee keer zoveel betekend. Ja. Al enig idee hoe hoog de huur is? Nee, heb ik nog geen idee bij. Maar dat, uiteindelijk kan dat niet anders dan marktconform. Het kan niet meer zijn. Dus, dat zegt me nog niks. Nee, in dit geval. Maar het is in principe de bedoeling en het concept is dat je minder huur betaalt dan dat je zelfstandig een huurwoning huurt. Dus dat is het voordeel van die friends. Je hebt wel de lusten van een groter oppervlak, 77 vierkante meter met z'n tweeën ongeveer, gemiddeld in het friends concept in de high note. En hoeveel daarvan gezamenlijk? Daarvan is bijna de helft gezamenlijk. Ja, dat is dan de woonkamer, keuken, balkon ook, geloof ik. Ja, balkon en entree. Ja. Dan heb je je eigen badkamer en soms zit die aan je slaapkamer. Dus een soort hotelsetting. En soms staan die badkamers naast elkaar in de gang. Ja, hoe belangrijk is dat, die eigen badkamer? Het is hier heel erg belangrijk gemaakt om te zorgen dat het ook altijd in dit friends concept blijft. En de meningen van onze respondenten uit de enquête zijn erover verdeeld. Dus de een zegt, nou, ik vind dat niet erg, mijn badkamer delen, want dan heb ik een grotere. Ja, maar dat is dus ook niet in elke friends woning per se, volgens mij, toch? Dat die badkamer, dat je die voor jezelf hebt. Nee, in Overhoeks is die gedeeld. Yeah. En hier in Almere maken we een nieuwe slag, meer privacy en zeggen, nou, dat vinden we een goed idee. Want jullie dachten dat het misschien een obstakel zou kunnen zijn. Dat zou misschien een obstakel kunnen zijn. Ja, het is nog meer privacy die je krijgt. Ja. Het is toch een heel persoonlijke plek, de badkamer dus. Ja, Peter, eind 2018 waren omwonenden niet zo blij, hè? Toen de bouw van de woontoren werd aangekondigd. Waar hadden ze vooral bezwaar tegen? Nou ja, het is nu een parkeerterrein. En straks komt daar een hele mooie architectonische toren. Ontworpen door Studio Nijndels. En dat is een verandering. Ja, en dit is een onderdeel van de schaalsprong die Almere gaat maken. Door iets meer hoogbouw in het centrum te doen. Zodat het een volwaardige stad ook wordt. En deze mensen, de jongeren, dus ook daar kunnen wonen. Maar daar gaat natuurlijk uitzicht
Soms is het uitzicht en soms is het gewoon de verandering aan zich. En de parkeerplaatsen die verloren gaan. Er zit een parkeergarage naast en die heeft leegstand. Dus op die manier hebben we met de gemeente is dat samen in overleg gegaan dat daar wordt geparkeerd. Uiteindelijk zal die toren, die voldoet aan het bestemmingsplan wat eerder vastgesteld is voor het centrum van Almere. Dus volgens mij is het allemaal goed afgewogen in het algemeen belang. Hebben jullie daar toen ook echt daadwerkelijk meteen iets mee gedaan? Hebben jullie zich dat bezwaar aangetrokken? Ja, wij nemen ook bezwaar serieus. Dus wat we gedaan hebben is dat je binnen de kaders die er zijn, die al eerder vastgesteld zijn, dat ze gaan shapen met die architect, waardoor de zoninval of de overlast qua beeld misschien beperkt kan worden. En ik denk dat er uiteindelijk een gebouw uitgekomen is nu, wat voor ons ligt en wat vanavond ook te zien is in de inloopavond in het stadhuis. Ja, dat echt wel mooi is. En waar iedereen trots op kan zijn straks als het er staat. Dus. Maar zo'n woontoren als deze, die moet echt op zo'n plek vlakbij het centrum? Of zou die ook gewoon in een woonwijk kunnen staan? Ja, hij kan. Nou ja, alles kan, hè. Dus we kunnen overal alles bouwen. En in een woonwijk kan het ook. Maar dan heb je veel meer. Dan sla je de plank misschien ook weer een beetje mis. Het gaat juist om de omgeving die we hier bieden voor deze starters. Voor deze jonge Almeerders. Dat zij uiteindelijk gewoon in het centrum kunnen wonen, werken. Uiteindelijk met de trein misschien naar Amsterdam als ze dat willen. Gewoon alles daar kunnen doen in het centrum. Ja, dus dit daar is wel de ideale gebeuren. Plek in jullie ja, ogen. Ja, het is wel de ideale plek. Je noemde al de inloopavond, die is vanavond. Ja. Voor mensen die meer willen weten, misschien alsnog bezwaar hebben. Wat kunnen we vanavond verwachten? Nou, vanavond dan is het team van AM is in ieder geval daar. Om vragen te beantwoorden van mensen die nog vragen hebben. Je kan je ook inschrijven, hè? Dus het gaat allemaal door elkaar. Dat kan je gelijk ter plekke vanavond al doen? Ja, je kan je wel aanmelden en dan kom je op de lijst. En dan zorgen we dat je het nieuwsbrief ontvangt. Uiteindelijk kan je ook, als je nog bezwaren hebt tegen de hoogte, je kan het in ieder geval kenbaar maken. En dan kunnen we ook misschien uitleggen of verduidelijken waarom er hiervoor gekozen is. En wat wil je ze vooral meegeven vanavond? De mensen, een positief gevoel. En dat je trots bent op deze stad en op deze plek. Volgens mij is dat het belangrijkste wat we mee kunnen geven. En ja, het wordt fantastisch als je straks ook nog de Floriade hebt. Dus. Ja, hoeveel interesse is er daadwerkelijk al voor de woningen in de woontoren? Wat ik begrepen heb, zijn er een paar honderd aan mensen die het volgen, het project. Ja. Nou, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel, maar het geeft wel een indicatie. Dat zijn de mensen die op de hoogte gehouden willen worden? Ja, dat zijn omwonenden, maar het zijn ook geïnteresseerde Almeerders of andere mensen uit andere plaatsen. Die graag van de high note alles willen weten. Uiteindelijk willen weten, wanneer kan ik me daadwerkelijk inschrijven? We gaan starten met bouwen nog dit jaar. Het duurt helaas wat lang, maar het is ook een groot gebouw. Dus het 2 jaar later zijn we dan klaar ongeveer. Dat is de inschatting. Over 2 jaar dus? Eind 2022 zijn we dan klaar. Ja, en je zei vanavond kan je inschrijven, maar eigenlijk vooral inschrijven voor informatie. Ja, en uiteindelijk wordt er dan straks vanuit de nieuwsbrief blijf je op de hoogte. Je kan nog meedenken over wat voor diensten we in dat gebouw aan zouden moeten bieden. Waar is er behoefte aan? Noem eens wat. Wil je een wasserettenservice of wat zou er onderaan in het gebouw, in de plint, hoe we dat vaktechnisch noemen? Ja, dat is de onderste verdieping. Ja, wat voor functies zou je daar willen? Zou je daar iets kleins willen kunnen kopen om 's avonds te kunnen eten? Of wil je daar juist een soort huiskamersfeerplek hebben waar je wat kan drinken of mensen kan ontmoeten? Daarin kan je wel meedenken, dus... Dat zijn wel zaken die... Daar komt sowieso iets, alleen de vraag is wat. Ja, we hebben er zelf wel ideeën bij. Maar hoe gaaf is het als je dat samen kan creëren en de behoefte kan ontdekken die bij de mensen leeft. Maar mensen hebben er ook daadwerkelijk invloed op? Of hebben jullie gewoon eigenlijk al stiekem in het hoofd wat daar gaat komen? Nee hoor, dat hebben wij niet. Als wij mensen vragen, dan gaan we met al die ideeën gaan we gewoon iets doen. En als niemand wat inbrengt? Dan moeten we maar op onze eigen kennis en kunde vertrouwen. En dan? We hebben goed opgeleide mensen of mensen met heel veel ervaring. En dan komt er ook een goede invulling. Maar ik denk dat het uiteindelijk nog beter wordt als omwonenden en mensen die hier straks willen wonen gewoon zelf hun ideeën aanleggen. Maar is dat niet lastig? Mensen die er willen wonen, want die hebben dan nog niet daadwerkelijk iets gekocht. Nee. Want het zijn huurappartementen. Ja, dan weet je niet zeker of die mensen die nu een voorkeur laten blijken voor bepaalde invulling beneden, of die er daadwerkelijk wel gaan wonen. Ja, maar het vertegenwoordigt wel op andere projecten, vertegenwoordigt wel de doelgroep die hier zou gaan wonen. Dus daarom vinden wij die inbreng wel serieus. En hoe leuk is het als je wel mee kan denken aan de invulling van de stad. En als je misschien al ergens anders een woning vindt voordat dit opgeleverd wordt,
in het centrum van Almere komt er in ieder geval iets waar je ook behoefte aan hebt. Dus op die manier proberen we wel via die crowdsourcing, zoals we dat noemen, de juiste dingen te doen. Ja, wanneer kunnen mensen zich daadwerkelijk gaan inschrijven? Voor de woningen? Dat is ook afhankelijk van wie onze partner wordt in het eigendom uiteindelijk straks. Mm. En misschien dat er vanavond nog in een richting gegeven kan worden over huurprijzen. En, ja, want wanneer worden de huurprijzen duidelijk? Want dat is natuurlijk ook voor heel veel mensen wel bepalend. Of zal er niet zich in gaan schrijven, lijkt me. Nou ja, vanuit de gemeente, het is een gereguleerde huur. Dus er zit ook een regulering op qua huurprijsniveau. En uiteindelijk het definitieve prijsniveau weten wij als wij de definitieve eigenaar gecontracteerd hebben. En wanneer moet dat gaan gebeuren? Nou, we hopen dat binnen een paar weken te doen. Binnen een paar weken al? Ja, omdat wij uiteindelijk de omgevingsvergunning willen wij indienen. En we willen zorgen dat we kunnen starten met bouwen eind dit jaar. Ik neem aan dat er al gesprekken gaande zijn. Ja, het wordt nu verkend. Dus, ja. Maar eind 2022 staat hij er, de Einoot. Ja. Nou, mooi. Vanavond dus de inloopavond. Wanneer iedereen mag dus gewoon binnenkomen wandelen? Ja, het is van 6 tot 8 in het stadhuis. En als je nog meer informatie zou willen, dan verwijs ik jullie graag naar de website www.highnote.nl. Daar staat het ook nog op, ook over de inloopavond en wat je daar kan verwachten. En daar staan ook de beelden en de plaatjes van dit mooie, bijzondere project, denk ik. Dankjewel, Peter Heuveling van projectontwikkelaar.